Ik ben weer thuis. Ik krijg mijn camera niet recht, dus dan maar een schuimbeeld. En ik heb wat dingetjes om te laten zien. Goedemorgen, het is woensdag en Sarah is nu net op school en ik moet naar Rotterdam, want ik heb die schoenen met de kerst gekregen en die zijn te klein, want ze hebben de verkeerde maat ingepakt. Heel fijn, maar ik ga zo met de metro, want dat is beter. Ik red het gewoon nog niet om een langer stuk auto te rijden met die koppeling. Of nee, niet eens de koppeling, de rem en het gas. Dat doet gewoon nog te veel pijn. Dus ik parkeer mijn auto bij een park and ride. En dan ga ik heel ouderwets met het openbaar vervoer. Naar mij voor. Thank you. En wat wel heel leuk is, ik heb mijn boek mee kunnen nemen. Ik kom nooit aan mijn boek toe. Even denken, ik denk dat ik al bijna een jaar in mijn boek bezig ben. Dat is dus echt heel lang. Vroeger las ik 3 boeken per week. En nu, oké, het is wel echt een dik boek. 600 bladzijden. Maar een jaar bijna. Dat is dus echt heel lang. Kom er gewoon niet aan toe. Maar in de metro is dat ideaal, dus die heb ik meegenomen. En dan heb ik gewoon even een leesmomentje. Dat voelt echt lekker. Dus ik ben zwaar helemaal blij dat ik met de metro ga. This is Metro Line D to Rotterdam Centraal. Thuis. Ik krijg mijn camera niet recht, dus dan maar een schuimbeeld. En ik heb wat dingetjes om te laten zien. Dat heb ik allemaal gehad. Makkelijker. Om te beginnen heb ik deze hele leuke pyjama. Dit is het broekje. En dit is de top. Die is van de Hunkemuller. En ik kon wel een pyjama erbij gebruiken. Dan heb ik deze hele leuke top van Mango. En ik vind die mouwen heel erg leuk. Die poffen ook. Dit is echt, zeg maar, echt iets voor mij. Oh ja, deze vond ik zo leuk. Die is niet voor mij, die is voor Sarah. Maar echt, ik vond deze broek zo geweldig. En Sarah wil nooit gewoon een normale broekjes aan. Maar als het dan zoiets is, vindt ze het wel helemaal leuk. Dus ik vond hem helemaal geweldig. Ik denk, die moet mee. Ik heb een nieuwe mascara gehaald. Ik heb de Lancôme Hypnose. Die heb ik een tijd niet gehad. Toen heb ik andere mascara's geprobeerd. Maar deze is zo fijn. Dit is echt een van mijn all-time favorites. En die heb ik nu weer. Kijk, gewoon een simpele kwast. Met deze mascara. En je ziet het niet heel goed. En deze mascara is gewoon mega fijn. Dus ik heb er nu een. Die is bijna op. Die ga ik eerst opmaken. Want die... Ja, ik denk dat ik hem nog 2 keer kan gebruiken. En dan heb ik nog wel meer mascara's liggen. Maar dan ga ik die weer gebruiken. Maar ik denk als ik die nu ga gebruiken, dan raakt die andere niet meer aan. Dan heb ik deze van Levi's. Deze trui. Is echt een sweater. En die heeft al deze franjes erop. En ik hou echt van als het gewoon net niet standaard is. En ook op de mouwen loopt dat zo helemaal door. Dus dit vind ik echt helemaal geweldig. En hij is zwart, maar eigenlijk vind ik hem meer antracietgrijs, een beetje zo'n worn kleur.
En dan heb ik een kraamcadeautje gehad. Margot krijgt morgen de baby, dus helemaal spannend. We hebben er heel even voorbij zien flitsen met de dubbele baby shower. Dat is helemaal leuk. En ik heb ze geruild. Dus nu heb ik mijn sneaker wedges in een maat die wel passen. En daar ben ik zo blij om. Ik heb ze ook nog heel even aangepast voor de zekerheid. Maar ja, ik heb meer guest sneaker wedges. Dus ik wist dat het ging passen. Dus nu kan ik deze ook aan. Oh ja, en ik kwam er echt in de winkel achter dat ik ook geen dag later had moeten gaan. Want dan was ik voorbij mijn ruilperiode. Wat ik eigenlijk wel raar vind, aangezien ze gewoon de verkeerde maat hebben ingepakt. Maar goed, het is helemaal goed gekomen, dus het maakt lekker niet meer uit. Ik ga dit even opruimen, want ik mag zo alweer naar school. En ik ben weer gezellig thuis bij mama. Ja, hallo. Ja, we doen lekker brood eten. Een charmante hoek waar je mij het filmt. En je gaat zo weer knippen. Knip, knip. Grappenmaker. Ja, oh, muziek weer afluisteren, hè? Nee. Ja. Marco is weer aan het klussen, nog even na het eten. Sarah is heel interessant aan het doen en aan het meekijken. Dus ik ga even snel editen. Oh, ik moet naar boven en ik heb geen zin. Maar ik wil op tijd naar bed. En dat is echt een van mijn goede voornemens. We hebben net de documentaire film van Whitney Houston zitten kijken, in ieder geval voor een stuk. Want hij duurt 2 uur, die van Netflix. Ik heb eigenlijk niet gezien hoe die heette. Maar het is best wel indrukwekkend om te zien hoe dat dan allemaal gegaan is. En dat je echt denkt, aan de ene kant een heel mooi verhaal natuurlijk. Hoe ze alles bereikt heeft, maar aan de andere kant ook wel weer heel triest. Ja, hoe alles natuurlijk is afgelopen en hoe dat allemaal gegaan is. Maar goed, ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot morgen. Doei doei!